Nee, ik ben nu aan het filmen. Vergelopen nog televisie is dit. Is dat vergelopen? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat het is voor een filmen, zie je. Dan zeg je, dat moet betaald worden. Ja. Helaas. Succes hier echt in de. Ik krijg al betaald. Ja, dat bedoel ik. Ja, ik weet je al zin hoor. Weet je niet negatief doen, of zeg dat een oorzaak. Ja, dat zijn deze. Oh, maar die andere? Moeilijk. Nee, ik heb ze allemaal. Lastig? Ja, ja? Heel erg lastig. Ja. Welk bier vindt moeilijk? Deze. Alle drie. Ja? Nee, ja, deze. Okay. De eerste twee weet ik, denk ik. Dat echt smaakt die jou er hier, hè? Ja. Dat is wel zoet, ja. Ik pak hem ook. Ja, denk je? Lekker, dat vind ik. Bier 1 was het bovengisten bier. Als je daar maar ruikt aan bier 1, heb je goed staat hier nog? Vind ik bier 1? Ja. Dan ruik je heel duidelijk een fruitachtige toon. Dat is heel anders dan dat ik hier aan ruik. Ja, klopt. Dus dat is het bovengisten bier, alcoholpercentage 6%. En dat was je wel als we ons klooster bier blond. Dus heel veel mensen laten zich gewoon misleiden door de kleur. Nee, je bent het klaar. Wie heeft het goed? Iemand? Ja, hij. Ik heb bier 2. Was het een bier van boven of een bier van ondergisten? En het was een type pils, een harde pils. Was het Gelderland pils, Limburgsland, Chateauneuf? Chateauneuf. Bitter. Ja, het is de meest bittere in de range pilsen eigenlijk. Bier 3, boven ondergisten. Onder? Bovengisten. Ook weer heel duidelijk het fruitachtige toon in het bier. Als je hier een beetje aan ruikt aan die bieren, dan heb je heel duidelijk overeenkomst. Bier 1 en bier 3. Dat was namelijk een boertje. Een alcoholpercentage 7%. En dat was je Gerardus met een Klooster bier dubbel. Iemand nog eens goed? Nee. Ik ga het even maken. En wie wordt vandaag die Gulkom verenigd? Dat zal ik kunnen zien. Het wordt weer Gert Wermer van vorige week. Weer betere artiesten. Dus net als het groeit en groeit. En dat is ook helemaal de bedoeling.
Dus ik hoor ervan uit dat het volgende week nog warmer is. Dat we nog betere artiesten krijgen. En dat we langzaam maar zeker kunnen gaan boeien aan het begin van een hele lange en mooie traditie. Het wordt vandaag close. De winnaars, wat wil je zo nog even zeggen? Ja, we hebben echt als jury lopen ijsberen in de gang. Want er moest dingen met elkaar gaan vergelijken, wat heel moeilijk te vergelijken is. Er stonden mensen op het podium die zingen het Ave Maria. Er zitten mensen die zitten klassiek piano te spelen. Dankjewel. Het is altijd. En daarna komen dan nu gewoon de blues zingen, die komen een volkleedje zingen. En die variatie, dat maakt het voor ons verschrikkelijk moeilijk. Als we vandaag weer gezag hebben van nou twee artiesten zeggen we zo groot, die zijn eigenlijk te groot voor ons. Die zijn te klassiek geschoold, die hebben al zoveel conservatoriumervaring achter zich. En die zijn eigenlijk een beetje boete de categorie, dus die hebben de lof van de jury gegeven. De uiteindelijke winnaar is immers geworden, Venje Vuur, die helemaal het goede initiatief neemt. Die zo goed bezig is om jongeren, om die samen op te pakken, om er samen muziek mee te gaan maken. En dat initiatief, die goede bedoeling, dat willen we vooral ondersteunen. Dus daarom is die groep eigenlijk in ons ogen de winnaar geworden. Oké, goed. Dankjewel. Okay. Proost op de toekomst.